Interessant, ja. Ja. Oh, dag Piet. Dag Sinterklaas. Wij zijn de afgelopen dagen natuurlijk druk bezig geweest om alle schoentjes te vullen, omdat u thuis werkt. Ja, heerlijk. Ah, dat bevalt me heel erg goed. Ik zou zeggen, andere jaren ga ik dat ook doen. Nou, Sinterklaas, ik denk dat de kinderen u toch nog wel heel graag willen zien, hoor. Oh, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk blijf ik altijd naar de kinderen toekomen, maar een beetje meer thuiswerken bevalt me wel. Dat snap ik, Sinterklaas. Ja. We hebben voor u nog wat tekeningen van de kinderen. Ja, dank u wel. En de laatste informatie over alle kinderen. Aha. Nou, daar zat ik net op te wachten. Dank je wel, Piet. Alsjeblieft, Sinterklaas. Wat is, Piet? Oh, heb je een... Geef mij eventjes. Wat? Een berichtje van Dex? Nou, goed hoor. Ja. Op en neer. Heen. Weer. Prachtig. Ja, en die dansmoves. Oh, hier Piet, alsjeblieft. Nou, Dex, dat was knap gedaan, zeg. Wat goed. Ja, heb je daar lang op moeten oefenen, hè? Nou, muziek zit wel in de familie, hè? Een paar jaar geleden zongen Cas en Lola ook nog wel eens voor mij. Misschien kunnen jullie binnenkort eens met z'n drietjes iets zingen. Ja, of meer, hè? Met vader Willem op gitaar en moeder Denise in het achtergrondkoor. Ja. En Izzy mag ook meedoen. Die kan misschien het laatste noot zingen. Nou, Dex, geniet van jullie prachtige nieuwe huis. En heb een heel fijn Sinterklaasfeest. Nou, dag hoor. Dag. Eens even kijken. Oh, Piet. Zeg, hebben wij genoeg schoencadeautjes? Die hebben we allemaal al ingepakt, Sinterklaas. Heel mooi. En de gewone cadeaus? Bijna klaar. Bijna klaar. De wortels voor O zo snel? Die hebben alle pieten uit de schoenen gehaald en bij O zo snel in de stal gelegd. Kijk, dat is fijn. Dan kan die lekker eten. Over eten gesproken, ik krijg zelf ook wel een beetje honger. Is het mogelijk om een boterham met speculaas te krijgen? Sinterklaas, dat ga ik meteen voor u regelen. Heel fijn. En... neem er zelf ook één. Dank u wel, Sinterklaas. Ja.